Hoe praat ik met iemand die denkt aan zelfdoding? In deze video bespreken we de volgende onderwerpen. Welke vragen kan je stellen aan je naaste? Wat kan je doen om je naaste te helpen? Wat kan je beter niet doen? Contact houden. Soms merk je dat er iets met je naaste aan de hand is, maar hij of zij praat er niet over. Je kan de volgende vragen stellen. Denk je wel eens dat je niet meer wilt leven? Denk je wel eens aan zelfdoding? Als je naaste wel over zijn gedachten of plannen wil praten, kun je vragen, wat maakt je zo wanhopig? Hoe sterk is die gedachte? Hoe is het je gelukt om het tot nu toe steeds vol te houden? Heb je al plannen gemaakt of het geprobeerd? Heb je er met andere mensen over gepraat? Hoe kan ik je helpen? Wat kan je doen om je naaste te helpen? Laat merken dat je van je naaste houdt. Zeg dat je zijn of haar gedachten begrijpt, ook al vind je ze moeilijk. Vertel dat praten over zelfdoding mag, maar ook dat jij het nodig hebt om er met andere mensen over te praten. Ontdek wat het moeilijkste is voor je naaste. Zoek samen naar oplossingen. Bied aan om mee te gaan naar de huisarts. Is je naaste eenzaam? Bedenk samen wat kan helpen. Is je naaste bang voor een psychose of gedwongen opname? Bedenk samen hoe jullie dat kunnen voorkomen. Als medicijnen niet helpen, kan de dokter andere hulp zoeken. Wanneer de behandeling niet werkt, bedenk dan samen wat wel kan helpen. Niet alles is oplosbaar, maar laat merken dat je er bent en dat je naaste niet alleen is. Sommige dingen kun je beter niet doen. Probeer je naaste niet op te vrolijken door alleen te vertellen over de mooie kanten van het leven. Zeg niet, het komt wel weer goed. Zeg ook niet dat zijn of haar gevoel onzin is. Bijvoorbeeld, dat komt door je ziekte. Neem je pillen goed in. Controleer je naasten niet. Hij of zij is zelfverantwoordelijk. Hou contact. Blijf praten met iemand die aan zelfdoding denkt. Neem het serieus en blijf rustig. Stel vragen over de gevoelens, problemen of gedachten van hem of haar. Je naaste voelt zich dan minder alleen. Kijk voor meer informatie op www.ypsilon.org of op www.1n3.nl.